Ja, zo komen we natuurlijk aan het einde van een heerlijke avond. Ik denk dat we allemaal kunnen zeggen dat we hebben genoten van jullie muziek. Ja. Het was fantastisch. Dankjewel Tim, dankjewel jullie allemaal. Maar we gaan natuurlijk nog niet zomaar naar huis. Er moet een afspraak zijn. In 1953 was er een beroemd septet van Vic Dickinson. En de pianist erin was Sir Charles Thompson. En die speelde een heerlijk nummer. En ik vond dat een geweldig ding. En dat heette Sir Charles. Maar vanavond als laatste nummer zal het Tim Casper septet met Sir Rob Agenbeek aan de piano het laatste nummer spelen. Sir Charles en jongens, heel veel dank. En ik hoop dat jullie allemaal enorm gaan genieten van de DVD. Ja, dank voor al deze woorden. Ik moet het begin ook zelf natuurlijk nog een keer bedanken. Ik moet er de aandacht op vestigen dat het niet een puur Haagse aangelegenheid is. Er zijn mensen toch van wat verder weggekomen. Ik begin met Amersfoort, maar ook uit Antwerpen, uit Oostende en andere verre streken zijn de mensen ons komen bezoeken. Waarvoor ook dank. Het laatste stuk, zoals gezegd, Sir Charles at Home. En dan wens ik u daarna at home een prettige afterparty. En dat at home, dat stelt u nog maar even uit. Thank you.
en zijnen die voor de geluidsinstallatie hebben gezorgd. Van de Rolfo. Ik hoop dat ik ook een excellente drummer is, maar dat is voor een andere keer. Ik dank u allen van verre of van dichtbij. Tot de volgende keer. De drummer is